Oké, goedenavond allemaal. We gaan vanavond gaan we de VTB oefenen van de ambulance als training. Fouten maken mag, daar leren we alleen maar van. We gaan ook daarna nog even debriefen op de parkeerplaats bij het Erasmus. We zullen vanaf Amsterdam naar het ziekenhuis gaan en dan gaan we zo door de avondspits over de snelweg en ook door de binnenstad. Er zullen een hoop opstoppingen zijn. Let erop dat, dat het goed afloopt, zeg maar. En rij voorzichtig, zou ik zeggen. Zijn er nog vragen, opmerkingen of iets anders? Dat zou ik wel zeggen, nee, dan kunnen we richting Amsterdam gaan. Portotest vanuit de 104. Ja, 104, ik hoor u, hoort mij ook. Ja, positief. Dat is normaal. OC 54, VTB gestart over Vraaghuis tot. Oké, ambulance is er klaar voor, slachtoffer ligt achterin. Betreft de meneer, 50 jaar. Ik wil hem zo snel mogelijk, maar zo glijdend mogelijk naar het Erasmus hebben. Ja, dat is vernomen. Motors, VTB mag ingezet worden. Oké, ambulance, we gaan direct een U-bocht maken met een snelheid van 10 km/u. Daar loopt nog een kip over, ja. We gaan de snelheid opvoeren naar de 20 km/u. En direct weer door naar de 30. Dan gaan we door naar de 40 en dan gaan we op de volgende afslag gaan we links. Dan zullen we daarna weer rechts afslaan. Snuiter uit, linksaf, dan gaan we hier zo straks rechts bij het stopteken. Dan gaan we de snuiter uithalen naar de 20 à 30 km/u en dan gaan we zwerven op naar rechts. En dan gaan we de snuiter weer in doen. Porta staat stil op de rijbaan links voorbij. We gaan naar de 80 km/u. Dan gaan we hier links voorbij het voertuig. Oké, we gaan hier blauwbocht naar rechts. Persoon staat stil op de rijbaan links voorbij. We gaan links voorbij de grote pick-up truck. Snelheid 50 km/u. Volgende bocht staat een BMW bestuurder ook stil links voorbij. Nou, we gaan rechts. Bouwbocht rechts. De weg mee, route 68. Maar hier zo links voorbij de BMW. Blijven de weg volgen. Kleine opstopping, nerveus voertuig links voorbij. Ja, we gaan tussen het voertuig door. Wederom, persoon staat stil op de rijbaan, tussendoor. Wederom, voertuig op de rijbaan, links voorbij. We gaan hier zo rechts over de vluchtstrook bij de voertuigen. Persoon op de rijbaan links voorbij. Twee voertuigen, rechter rijbaan, links voorbij. We gaan vast de vluchtstrook op. Nou, weer terug de hoofdrijbaan op. Opstopping kruispunt, meerdere voertuigen, links voorbij. We gaan rechts over de vluchtstrook. Ik moet opletten met deze boom, die is wat te laag om met de ambi onderdoor te gaan. Dus moment, ja. Naar de linkerbaan aan. Dus het verkeerde. Grote SUV op de rijbaan staat stil links voorbij. Links langs de SUV. Bocht naar links. Rechts langs het voertuig op de baan. Snuit het opvoeren. Advies om het midden te gebruiken. Oké, we gaan richting het midden. Kunnen we de zoutjes opvoeren, Ambu? Positief. We gaan naar de 80 km/u. We gaan richting de baan terug. Dan gebruiken we het grote vluchtstrookgedeelte rechts. Dus op robbels en weg. Dan gaan we hier zo over het kruispunt. Ja, spitsen. Meerdere voertuigen, kleine opstopping, rechts voorbij. Rechts voorbij. Dus op voor de vangrail. Snijdt 70 à 75 km/u. We gaan de linkerbaan pakken. Meerdere voertuigen, kleine opstopping. We gaan de rechterbaan pakken. We houden de rechterbaan aan. Terug richting 70 km/u. Zeer druk kruispunt, ik haal zeer druk kruispunt. We naderen een druk kruispunt zuid richting de 40 km/u. 50 km/u. Excuus. Nou, straks bij het kruispunt links achter, sorteren links voor. Over het midden? Links voor sorteren, links af. Pas op voor afslaande voertuigen. Links af. Over ja, de midden langs het voertuig, kom maar. Rechterrijstrook. Dan terug naar de rechterrijstrook. Opstopping. Nee, de file, we gaan er rechts langs proberen. Stop voor het stoepje. We gaan de linkerbaan pakken. We houden de linkerbaan aan. Dan gaan we rechts langs het voertuig en dan gaan we gewoon rechtdoor. Dan gaan we weer naar de linkerbaan terug. Dan gaan we rechtdoor. Blijven we rechtdoor, gaan we er een beetje rechts aan. We snijden iets hoger op voeren, 70 km/u. We naderen een kruispunt. Zwart voertuig voor jullie, links voorbij. We gaan links voorbij het zwarte voertuig. We gaan tussen de voertuigen door, snuit eruit. We gaan tussen de banen door. Linkerbaan. Opvoeren naar 60. Ga rechtdoor. De rechterbaan. De linkerbaan terug. Gaan we straks rechts afslaan. Voorbij het grijze SUV. Gaan we afsnijden. Dan gaan we de blauwbocht naar rechts nemen en dan gaan we terug weer naar de linkerbaan. En die gaan we dan verder naar links doorschuiven en gaan we links afslaan, snuiter uit naar de 20 km/u. Door de bocht. Snuiter weer terug in, 40 pa, 50 km/u. Haal naar de linkerbaan. Nog verder naar de linkerbaan. Naar rechtdoor. Hou terug naar de rechterste baan. Hou de snuiter uit naar de 10 km/u. Hou rechts door de bocht. Hou naar de terug naar de middelbaan. Komen dan let op, 2 voertuigen, 1 stap midden, stilte rijbaan. Ja, dat is genomen. We gaan er tussendoor. We zullen op de 50 km/u houden. Rechtdoor. Maar hier zo links af. Weer de middelste baan. Dan gaan we rechts langs de stilstaande voertuigen. Dan gaan we rechtsaf. En dan is de VTB succesvol ten einde. Komen dan politie door naar parkeerplaats? Ja, positief. Ik vond het erg netjes gaan. Wat vonden jullie er zelf van? Ja, het kan nooit perfect natuurlijk. Zeker ruimte voor verbetering, maar ik vond het zeer netjes gaan. Zeker. De 4006, wil je daar aan toe te voegen? Ja, positief. Ik vond het zelf ook een geslaagde VTB. Af en toe flinke opstoppingen geweest en we zijn er doorheen gekomen en veilig bij het ziekenhuis aangekomen, dus ik zeg chapeau. Ja, mijn tip voor de volgende keer is, als er een opstopping is, hou hem dan even opgestopt door de motor ervoor te zetten. Dat gebeurt niet elke keer. Anders, als we er langs gaan, gaan ze soms toch rijden uit stress. Waardoor ze rare bewegingen gaan maken. Dus dat heb ik er nog even bij toe te voegen. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te melden. Het ging erg goed, dus ik ben tevreden. Dus, tevreden. Ja, ja. Vanuit ambulance ook tevreden. Ik heb eigenlijk 1 keer moeten remmen. En dat was niet vanwege jullie, maar vanwege het verkeer. Voor de rest heb ik alleen maar mijn gashoeven los te laten. Dus voor ons, vanuit ons geslaagd. En het slachtoffer leeft nog, dus dat is altijd fijn. Daarom. Daar doen we het voor.